Om de financiële tekorten van het land op te vangen, heeft de regering Sint-Ookie-Brunswijk inkomstenverhogende maatregelen in de planning. Vandaag heeft president Chandrika Prasad Sint-Ookie enkele oplossingsmodellen besproken die ervoor moeten zorgen dat de overheidshuishoudingen draaiende wordt gehouden. Onze diaspora van Surinamers in het buitenland, in het bijzonder Nederland, is ook een hele belangrijke bron van kennis en finance. Er is een presidentiële commissie, die zal goedgekeurd. Het wordt deze week gefinaliseerd. Het zal belast worden met het aantrekken van goedkoop kapitaal, diaspora kapitaal. Het zal ook belast worden met het opzetten van een diaspora fonds, zodat wij ook dit goedkoop kapitaal kunnen aanwenden om onze financiële crisis aan te pakken. Meer nog, dat we hier met geld kunnen gaan investeren in de verschillende sectoren. De presidentiële commissie, grondconversie is al genoemd. Dat zal niet alleen een stukje zekerheid geven aan de burger, maar voor die zekerheid krijgen wij als staat meer inkomsten. En dit zullen we duurzaam blijven hanteren. En dit zal ook een duurzame bron zijn van inkomsten. De financieel-economische maatregelen om de economie goed te herstellen, daar hebben we ook het besluit genomen dat we geleidelijk aan de subsidies zullen afschaffen. En dat zullen we doen in goed overleg met de sector en met de instellingen. En zodat in ieder geval de samenleving in staat zal zijn om een realistische prijs daarvoor te betalen. De Raad van Ministers heeft goedkeuring gegeven om per 1 september een solidariteitsheffing in te voeren als onderdeel van de inkomstenverhogende maatregelen. Ook op het gebied van de belasting zijn er in fiscale sfeer maatregelen genomen om de vraagstukken rond het financieel huishouden van Suriname op te lossen. U heeft kunnen merken dat we al bezig zijn bepaalde maatregelen in te zetten. Maar dat is slechts een aanvang en een klein deel van wat wij willen doen. En deze maatregelen hebben te maken om het acute financieel probleem op te lossen. Het zijn ook maatregelen van tijdelijke aard, laten we dat benadrukken. Wanneer wij in staat zijn om op normale wijze onze uitgaven te kunnen dekken, te kunnen betalen, dan zullen wij deze maatregelen ook afschaffen. En dat kan zijn voordat het is de periode die wij uitgetrokken hebben. Dat is ongeveer een jaar. Maar als het daarvoor lukt, dan trekken we deze tijdelijke maatregelen in. Wat we ook aan het doen zijn, is een programma uitzetten om onze buitenlandse leningen te herprofileren, herstructureren. Er is discussie over welk woord nou het juiste is, maar u weet wat ik bedoel. En we zijn daartoe gesprekken aangegaan met bijvoorbeeld het IMF, om ons daarin te ondersteunen. De president heeft aangegeven dat er openingen zijn gemaakt vanuit buitenlandse bevriende naties en relaties. En wij zijn bezig die in te zetten om onze schuldpositie zodanig te brengen dat wij in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen. Dat traject vindt met voortvarendheid plaats. Wat we ook gaan doen is grondconversie. President, als ik dat mag vertellen, want ik dacht dat u dat zou doen. Maar we gaan dus ook inkomsten vergaren uit grondconversie om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Het is, dames en heren, een heel pakket aan maatregelen. En deze maatregelen worden successievelijk ingezet. Je kunt niet alles tegelijk inzetten, maar ze worden successievelijk ingezet naarmate de tijd daar rijp voor is. De instelling van de solidariteitsheffing heeft een tijdelijk karakter. Deze heffing treedt op 1 september 2020 in werking en vervalt op 1 september 2022.